Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Een keuze waar ik lang over na heb moeten denken. Maar dit gaat voorlopig mijn allerlaatste video zijn. Na zo'n 5 jaar van presentatie, lief en leed te hebben gedeeld, een halve bekende Nederlander geworden. En eigenlijk is mijn complete dagelijkse leven opgegaan in het maken van video's. En met heel veel liefde en met heel veel passie voor auto's, zo moet ik het zeggen. Zo ook deze V12 TDI die jullie in de komende uitzendingen ook zullen zien. Maar in mijn privéleven, waar ik eigenlijk normaal nooit iets over uitlaat, daar is behoorlijk wat gaande. En in dit geval dus mijn eigen kinderen ook. En ik ben genoodzaakt dus thuis te blijven. En dat wil ik heel graag aan jullie laten weten. Dus als je mij de komende tijd dus niet zult zien, dan weet je dus ook waarom. In deze uitzending ga je zien dat de Audi Q7 V12 TDI compleet gedemonteerd en gereinigd zal worden. Dus het complete bedrijf gaat ook door. Organisatorisch verandert er ook niks. En als er eventueel iets is met betrekking tot de webshop, de werkplaats of wat dan ook, dan zul je dat in alle tijden horen. Laatste weekend 32% korting, RIC 32. Die geldt dus nog. Dus als je die order plaatst voor 2 keer die Golf 7R, dan weet je dat. En ik wil jullie heel hartelijk danken voor de kijkcijfers van de afgelopen tijd. 5,5 miljoen op YouTube en zo gaan we hem voorlopig afsluiten. Dus dat doet me echt wel wat. Dus ik wil jullie nogmaals heel hartelijk danken. Laat ook even een reactie achter en ik hoop jullie binnen niet al te lange tijd terug te zien. Maar ik kan niks garanderen. Een nieuw project, Audi Q7 V12. Staat beeld, sorry. We gaan hem reinigen. Voordat we dat gaan doen, gaan we hem uiteraard eerst helemaal demonteren. Bumpers gaan eraf, voorbumper, achterbumper, skirts, spiegelkappen, bodemplaten, uitlaat, alles erop en eraan. Kortom, nog een hele hoop werk aan de winkel. Ja, de wielkuipen zijn eruit. Scheveningen strand is er niks bij. Je ziet het. Nog even wat eruit halen. Het zit nog helemaal aangekoekt. Ik kan wel zien waar die auto voor gebruikt is. Waarvoor die waarschijnlijk bedoeld is voor die mensen. En we gaan nu door naar de onderkant. Hier is al los, sorry. Maar dan zal inderdaad eerst de achterbumper eraf moeten. Oh, wel een flinke jongen hoor. Voor en achter.
Oh. Nou is gelijk de bumper mooi schoongespoeld. Transformers. 12. Was hij op beeld? Ja. Mooi. Rustig. Ondertussen is de bodem volledig gestript, inclusief de carrosserie. Alle plastic delen zijn eraf. Bumpers, voorbumpers, uitlaat. Kost iets meer tijd als gedacht. Er is ook behoorlijk wat zand onderuit gekomen. Dus dan gaan we eerst eventjes netjes opvegen. Spuiten heel de bodem in de riel. Dan gaan we hem reinigen. Nou, we gaan beginnen met insprayen van de bodem en dat doen we met de Reed Effective. Ja, je zei net pak het flesje en loop weg. Ja, onder de auto. Oh, opnieuw dan. Ah. Nou, dan gaan we de bodem insprayen met de Reed Effective. Dus dat gaan we nu doen. Was die zo goed, Rob? Ja. Oké. Okay. Probeer altijd van je af te sprayen. Moet nog wat openzetten natuurlijk. Alles lekker raken. Want als je eronder gaat staan, dan loopt alles lekker in je nek en in je gezicht en zo. En dan word je toch niet helemaal vrolijk van. Patrick is ondertussen bezig om de bodem van de auto te reinigen met Reed Effective. Ik begin aan de hitteschilden en alle losse delen. Ook dit keer met Reed Effective, ook het lakwerk. Al die kunststof onderdelen die we eraf hebben gehaald, die worden gespoten. Dit zorgt dus voor een hele pure basis, waardoor de ondergrond schoon genoeg is om hem opnieuw te schuren en te kunnen spuiten. Op het moment dat ik hier dus een kleine exterior detail brush overheen ga, dan zie je dat die ondergrond eigenlijk al helemaal als nieuw wordt. En dat willen we. Alles moet nieuw. Nou schoon, althans deze kant. Die andere kant die moet nog. Ja, dat komt goed. Nou kunnen we dadelijk, omdat we een schone basis hebben gecreëerd met een messing variant van de detail brushjes, al die laatste zwarte puntjes eruit krabben, waardoor dit uiteindelijk echt helemaal nieuw is.
ondertussen dat de Audi Q7 gereinigd wordt, hebben we natuurlijk nog een andere auto die ook gedemonteerd moet worden. De Golf 7. Die overigens wel van een van jullie kan worden. Vrijdag 2 augustus aanstaande. Het baal is een stekker. Dat is zacht uitgedrukt. Hij was klaar. Maar ja, hij kan dus gewoon deels overnieuw. Ik ga hem demonteren. Wat dat betreft geen tijd te verliezen. Vrijdag 2 augustus is al kort dag. Maar ja, het zal moeten. Ik denk dat we even een lijstje gaan opstellen. Zo, foto's zijn gemaakt. Die kunnen naar de schade-expert, inclusief het lijstje. Voor nu, wacht op de onderdelen. En ja, ik hoop voor 2 augustus. Dat hoop ik echt. Voor nu zit er niks anders op. Dan gaan we verder aan de Q7. De bodem en alle losse onderdelen zijn momenteel gereinigd. We gaan dus nu verder met het exterieur. Momenteel alles in de shop is 32% korting. Dus ook de dirtfoam, ceramic wax, advanced shampoo, sponsen, alles erop en eraan. En is jouw bestelling nou boven de 100 euro, dan maak je dus automatisch kans op één van die twee Golf 7R. Wij gaan hem nu verder reinigen. Blijf mooi spul, hè. Creme wax.
Q7 is momenteel helemaal gereinigd, hè, bodem en exterieur. En die pakken we op een later moment op om die compleet fabrieksnieuw te maken. Wat betreft de Golf 7, de blauwe variant. Dat is nu eventjes wachten op andere partijen. Maar hoe dan ook, vrijdag 2 augustus aanstaande, 's avonds om 8 uur, is de trekking van beide Golf 7R. Voor nu bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet te kijken te nemen op de webshop. We hebben nu momenteel een hele leuke actie. 32% korting met Rick 32. Dus ik zou zeggen, tot de volgende video.